Hi lieve luisteraars, mijn naam is Paula, ook wel bekend als Coco. Ik ben weer terug met een nieuw seizoen van de podcast, maar dit keer met een andere naam. Het heette eerst Tea en Therapie, maar de naam is veranderd naar Told by Coco. No worries, de gesprekken zijn net zo real, persoonlijk en interessant als eerst, alleen de naam is anders. In dit seizoen wilde ik het hebben over een onderwerp die me aan het hart gaat, namelijk racisme in Nederland. We gaan het hebben over Black Lives Matter, racisme in het onderwijs, systemisch racisme, Zwarte Piet, White Privilege, racisme in de media en nog veel meer. In het vorige seizoen heb ik veel van mijn eigen verhaal gedeeld, maar dit seizoen ben ik er voornamelijk om te luisteren. Als vrouw van kleur heb ik helaas de nodige racisme meegemaakt, maar besef ik wel dat ik nooit zal weten hoe het is om een zwart persoon te zijn in Nederland. En dat is de reden dat ik er dit seizoen aan wilde wijden. Education is key. Welkom bij een nieuw seizoen van Told by Coco. De opnames vonden plaats bij onze partner voor dit seizoen, het Sir Adam Hotel. Sir Hotels is een boutique hotelcollectie opgericht in Amsterdam in 2013 met Sir Albert. De collecties blijven groeien met een tweede pand in Amsterdam en verdere openingen in Berlijn, Barcelona, Hamburg en Ibiza. Sir Hotels is geschikt voor reizigers die op zoek zijn naar authentieke verhalen en onderscheidende locaties. Elk hotel heeft een prachtig interieur, uitzonderlijke restaurants en bars en is gespecialiseerd in het bieden van unieke ervaringen op en buiten het terrein. Ik wil ze bedanken dat we gebruik mochten maken van hun mooie ruimtes voor dit seizoen. Laten we beginnen. Hi guys, welkom bij een nieuw seizoen van Told by Coco. We hebben de naam veranderd. De podcast heette eerst Tea en Therapie. Dit is een nieuw seizoen en ik wil het graag hebben over een onderwerp die het afgelopen jaar heel veel in het nieuws is geweest en die ik ook heel erg belangrijk vind. En nu heb ik een platform en daar wil ik me over uitspreken. Samen en niet alleen. Wat ik net eigenlijk in de intro zei, ik ben hier niet om mensen te vertellen hoe en wat. Ik ben hier om ook te leren, een ally te zijn en eigenlijk gewoon informatie te delen met mijn platform. So dat is basically wat ik wil doen. En ik zit hier met Lakeisha Tol. Hi. Welkom, hi. Dankjewel dat je er bent. Ja, yeah, first. Ja, wie ben je? Vertel, who are you? Wat doe je? Nou, oké, ik ben Lakeisha. Ik ben 19 jaar oud. Ik zit nu in het tussenjaar. En ik heb dus afgelopen zomer heel random met twee vriendinnen een petitie opgericht. Om racisme en discriminatie verplicht op te nemen in het lesstof van basisscholen en middelbare scholen. Dat ging super hard. Motie door de Tweede Kamer geloosd. En nu ja, is er eigenlijk een beetje een organisatie uitgegroeid, Zet je in. Die eigenlijk ja, verder daarmee aan de slag gaat. Oké, okay, en je bent 19. Ja. Je bent heel, ja, tenminste jong. Het is helemaal mooi. Ja, het is, best wel. Het is jong. Het is wel super mooi om te zien dat iemand die zo jong is zich nu al inzet voor iets wat eigenlijk door veel 19-jarigen aan de kant wordt geschoven. Voor mijn gevoel. Want toen ik 19 was, was ik bewust van het probleem. Maar niet zo bezig de meeste. Mm. That's very good. Yeah. Want zet je in dat die had dus een voorstel gedaan om wet in te voeren? Ja, nou ja, het ging, het was eigenlijk meer dat wij zelf de petitie waren gestart. Mm. En dat kreeg eigenlijk gewoon zodanig veel media-aandacht dat het ook was opgepakt door de politiek. Er is vanuit de politiek zelf eigenlijk een motie ingediend. Dat was niet in opdracht van ons, maar we hebben wel zeg maar, onderling contact gehad. Dus een Kamerlid heeft toen een motie daarover ingediend en daar is een stemming over geweest. En die is met echt een ruime meerderheid aangenomen. Dus zo is dat een beetje gegaan. Supergoed. Ja, supergoed. Echt sick. Echt fantastisch. Want eerlijk, daar begint het natuurlijk allemaal, educatie. En ik kom zelf, ik ben zelf in Costa Rica geboren. En daar kreeg ik ook heel veel geschiedenislessen. Maar zelfs daar krijg je niet gewoon de hele waarheid en over de slavernij. En wat is nou het verleden echt? Ja, en ik denk dat het belangrijk is al helemaal voor een land zoals Nederland. Omdat het gewoon heel duidelijk slavernijverleden heeft. En racisme, ja, maatschappij. Toch waar we gewoon heel erg leeft. Dat het wel belangrijk is om aan te kaarten. Helemaal bij zo'n jonge mensen, daar begint het natuurlijk allemaal. Ja, ja. Hoe zien de vervolgstappen eruit nu? Wat gaat er nu gebeuren? Oké, ja, over de motie zelf, dat ligt eigenlijk nu in handen van het ministerie van Onderwijs. Dus die gaat ermee aan de slag. Er wordt een team samengesteld van wetenschappers en docenten die daarover gaan en eigenlijk het hele curriculum gaan herzien. En daarin wordt ook onze motie eigenlijk geïmplementeerd. En verder gaan wij vanuit Zet je in aan de slag met lespakketten. Omdat nou ja, tegen de tijd, zeg maar realistisch gezien, tegen de tijd dat alles echt is veranderd, dat duurt gewoon heel lang. En wij vinden het belangrijk wel dat scholen in de tussentijd ook iets hebben om mee aan de slag te gaan. Dus daarom gaan we lespakketten ontwikkelen. Dus dan echt aanvullend op het lesmateriaal wat er al is.
Zodat scholen dat kunnen gebruiken in hun les en eigenlijk een andere perspectief bijvoorbeeld kunnen bieden, wat je nu niet hebt op school. Dus daar zijn wij nu heel hard mee bezig en mikken een beetje op volgend jaar april om dat dan echt te launchen. Zodat mensen daarmee alvast aan de slag kunnen en dan zo'n soort van voorzetje misschien voor echt alle veranderingen die verder beetje nog gaan inleidend, komen. Een beetje inleidend. Ja precies. Okay. Ja. Hoe zien die pakketten eruit? Wat zijn een beetje de onderwerpen en de samenstelling? Hoe hebben jullie dat een beetje gedaan? We hebben nu eigenlijk allemaal ingedeeld voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Mm-hmm. En dan voor het voortgezet onderwijs willen we dan een lespakket maken voor het vak geschiedenis en maatschappijleer. En voor kunstvakken, dus tekenen, CKV, kunstgeschiedenis. Ook voor echt podiumkunst, dus vakken als theater en muziek. En dat zal heel erg verschillen eigenlijk. Het wordt wel gewoon in een PDF-formaat. Mm-hmm. En dan gaan we gewoon met een team daaroverheen en kijken van oké, wat kunnen we zeg maar creëren, wat aansluit bij wat er nu al les wordt gegeven, zodat mensen dat mooi kunnen gebruiken daarbij. Mm-hmm. Maar voor bijvoorbeeld het primair onderwijs daar zijn we nu eigenlijk nog heel erg over aan het brainstormen hoe we dat gaan doen, omdat het toch wel wat jongere kinderen zijn. Dus als je dan echt met een hele les komt wat dan op een blaadje is, is toch niet echt chill per se voor hun, denk ik. Dus we zitten meer aan iets praktisch te denken, zoals bijvoorbeeld een spel of een kinderboek of zo. Maar dat is nog heel erg zeg maar in de startfase, dus we moeten nog heel erg kijken welke kant we daarmee opgaan. Ja, maar dat is een beetje waar we nu een beetje over na zitten te denken om dat zo te doen. Nou, super mooi wel. Ja. Is het, vind je het lastig om te bedenken hoe je zo'n moeilijk onderwerp tot kinderen kan brengen? Hoe ze daarvan kunnen leren en... Want het is gewoon een hele harde, moeilijke waarheid. Ja. Het is geen verhaaltje wat je heel mooi kan maken en kan brengen als een sprookje. Het is gewoon een heel vervelend iets. Mm-hmm. Hoe pakken jullie dat op? Ja, nee, ik vind het zelf, moet ik je eerlijk zeggen, niet per se lastig. Maar dat komt ook, ik heb zelf een jonge broertje en een jonge zusje. Mm. En vanuit huis uit praten wij sowieso al over dit soort dingen. Mijn broertje die weet bijvoorbeeld ook heel veel af. Nou ja, heel veel, dat is wat anders, maar... En weet wel wat af van het slavernijverleden. En daardoor heb ik heel erg gemerkt dat het helemaal niet zeg maar erg hoeft te zijn om het daar met kinderen over te hebben. Natuurlijk ga je het niet hebben over alle gruwelijke dingen en zo. Ja. Maar je kan het wel op een bepaalde manier bij ze brengen. Dat ze alsnog er bewust van zijn, maar dat het niet per se heel heftig voor ze is. Dus ik denk dat betreft dat het wel goed komt. En wat betreft middelbare school. Maar bijvoorbeeld bij een vak als geschiedenis leer je ook gewoon over alle heftige dingen van de Tweede Wereldoorlog. Dus ik ben zeker persoonlijk zelf wel van mening dat het daar wel kan. Maar zo gaan we een beetje kijken eigenlijk hoe je dat op de beste manier kan brengen bij leerlingen. Echt passend ook bij hun leeftijd en bij het vak. Eerste wat in mij opkwam, ken je dat? Dan heb je soms een vraag in je hoofd en dan beantwoord je het zelf gelijk. Dat ik denk, maar hoe kan het zijn dat we hier nog niet over leren op school? Maar the reason is obvious. Ja, letterlijk. Ik bedoel, de wereld in principe eigenlijk is gewoon gebouwd op racisme. Ja. En de maatschappij, die werkt gewoon zo. Wat ik me afvraag, en jullie doen het hartstikke goed. Ik vind het een supermooi initiatief. Wat ik me gewoon afvraag, is hoe lang gaat het duren voordat de wereld... meebuigt. Mm-hmm. Want als we kinderen die hoeven gaan leren en op de scholen gaan leren, het is geschiedenis, maar het speelt zich natuurlijk nog steeds af. Ja. Dus dat vind ik een beetje lastig. Als ik vraag me gewoon af dat deze werk werkt. Ja, maar dat is dus het ding. Hè. Dus bijvoorbeeld, het is inderdaad geschiedenis, maar wat je heel erg mist, bijvoorbeeld in het geschiedenisonderwijs nu, is dat er heel mooi, dat niet eens eigenlijk, want het is lekker voor de helft maar waar, maar er wordt verteld over wat er is gebeurd, maar wat je heel erg mist, is dat er geen lijntje is, die wordt getrokken naar het heden. Dus je leert wat er allemaal is gebeurd, maar niet wat die invloed is geweest op hoe de situatie nu is. En als je dat wel hebt, dan begrijp je ook meer van je omgeving, van de maatschappij waar je in je leeft, met wie je leeft. En dat is wel echt wat er nodig is. En ik denk dat daar begint het. En het zal wel echt heel lang duren voordat de wereld mee... Ja, je merkt nu wel dat er enigszins wordt meegepogen. En dat is heel fijn. Like, ik bedoel, we hebben wel... Nu is het verplicht voor scholen om hier les over te geven. Dus dat is wel echt wel heel mooi. Ja. Maar als je gewoon realistisch kijkt, inderdaad, zal dat wel echt heel lang duren. Maar we moeten ergens beginnen, I guess. Ja. Dus, het is natuurlijk een probleem met gewoon al hoeveel jaren. How many years? Je gaat natuurlijk stof tot kinderen brengen.
Want helaas maken kinderen het ook mee. Nu komt er echt een hele classic question, maar ik vind het wel een vraag die... Of een hele cliché vraag, maar ik vind het wel een veelzeggende vraag altijd. Omdat je... Ja, hoe oud was je de eerste keer dat jij jezelf racisme meemaakte? En wanneer werd je er echt bewust van? Ik zeg je heel eerlijk dat ik het mezelf, denk ik, niet kan herinneren wat voor mij echt de eerste heftige keer was. Want ik ben, ja, ik heb zelf nooit van die heftige ervaringen gehad dat je echt, zeg maar, straight in your face wordt uitgescholden voor een hele hoop wat. En ook op de basisschool moet ik wel eerlijk zeggen dat het bij mij allemaal mee zat. Ik ben bijvoorbeeld niet geonderadviseerd of zo. Dus ik heb juist eigenlijk... Ja, dat wel meegekregen. Maar daardoor heb ik ook heel erg gezien hoe anderen onterecht werd gedaan. Ja, wat je dan... Ja, dan kom je op de middelbare school. Daar merkte ik wel dat ik dan weer... Dan heb je een bepaalde vriendengroep en dan zit je in een klas. En dan heb je een andere vriendengroep met allemaal white girls. Natuurlijk kan het dan wel eens voorgekomen zijn dat zij werden voorgetrokken heel erg. Maar dat zijn wel echt dingen waar ik me gewoon... tot voor kort niet per se bewust van ben geweest. Wat wel echt iets is wat ik vaak heb meegemaakt. Omdat ik mijn haar dus altijd gewoon natural draag. Zijn er wel mensen die ja, zich entitled voelen om aan mijn haar te gaan zitten. The classic move. Dus dat is echt, zeg maar, iets heel veel voorkomens bij mijzelf. Ja. Maar wat betreft andere heavy dingen ben ik, ja, wel heel blij dat ik dat niet heb meegemaakt. Want waar ben je zelf opgegroeid? In Zuidoost. Zuidoost, Amsterdam. Ja, Amsterdam-Zuidoost, okay. Inderdaad. En ja. Dat... Ik ken Amsterdam niet, hè. Dat is een wijk of een buurt waar wel veel... Ja, het is een hele multiculturele wijk, okay. Inderdaad. Ik ging ook naar een basisschool waar gewoon echt allemaal verschillende mensen zat. Maar dat was ook, zeg maar, heel leuk. Want ik zat daar... ja, ik had daar ook gewoon mijn vriendengroep. En ik ging met een paar van hun ging ik naar de middelbare school. En dat was een middelbare school in Amsterdam-Zuid. Dat is wel echt een hele slag anders. Het is over het algemeen toch wel ja, witte mensen. Ook vaak welvarende mensen. En daar merkte je heel erg dat er toch wel een soort van verschil was. En ik had ook gewoon witte mensen waarmee ik op de basisschool zat en die dan ook naar die school gingen. En bij hun merkte je echt dat de omgang met iedereen super chill was. Maar mensen die echt dan uit Zuid kwamen of Oude Kerk of zo, weet ik veel wat. Het was toch dan, ja, toch net iets anders of zo. Dus je merkt wel echt dat gewoon het opgroeien met verschillende mensen en culturen, dat dat heel erg bijdraagt bij je ontwikkeling en ook je omgang met andere personen. Dus dat is gewoon super belangrijk, vind ik eigenlijk. En daarom ben ik ook heel blij dat ik zelf echt ben opgegroeid in een wijk waar gewoon zoveel verschillende mensen wonen. Ja, want het is gewoon wel, ja, dat is gewoon heel mooi eigenlijk. Ja, dat lijkt mij ook. Ja, die ervaring heb ik niet gehad. Ja, ik ben dan zelf op een hele witte basisschool opgegroeid. Mm-hmm. En ik kom zelf uit Costa Rica, dus vandaag geboren. Toen kwam ik naar Nederland en in Nederland besefte ik pas dat er verschil is tussen zwart, wit, or whatever. Yeah. Want ik kom zelf... ja, ik ben daar geboren. Ik kwam hier in 2002 naartoe. Ik was 9. En daar word je al in Costa Rica is het er sowieso ook, hè. Racisme, I mean, overal. Mm-hmm. Colorism, al helemaal... moet ik zeggen, blijkbaar. Ik kwam er pas later achter dat in de Zuid-Amerikaanse cultuur... Sorry hoor. Dat heel erg speelt. Maar ik heb het zelf nooit meegekregen. Want ik ben deels op het Caribische gedeelte opgegroeid en in de stad. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd van alles meegekregen. En onze familie was kleur sowieso nooit een ding. Dus pas toen ik in Nederland kwam, heb ik het heel erg gemerkt. En ja, ik lijkt me eerlijk. Het lijkt me hartstikke leuk om op te groeien op een middel- of op een multiculturele school. Ja. Alleen dat was voor mij niet het geval. Maar daar merkte ik het heel erg, dat ik echt dacht van. En ook dat ik een van de weinige kinderen was die keek naar Zwarte Piet van, the fuck? Ja. wat gebeurt hier? Dus nee, lijkt me wel heel fijn natuurlijk als je dat wel hebt gehad. Maar dan vraag ik me wel af, waar komt bij jou dan die drive vandaan en die motivatie om te beginnen aan... ja, de petitie, zet je in. Hoe is dat allemaal voor jou tot stand gekomen? Ja, voor mij was het dus heel erg... omdat ik juist eigenlijk heb gezien hoe het wel hoort en wat ik prettig vind. En dan bij mensen om me heen zie hoe zij wordt behandeld. Dat je toch wel... Ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. Like, ga niet, ja, behandel iedereen gewoon gelijk. Ga niet op basis van kleur mensen achterstellen of weet ik veel wat. Dus daar zit eigenlijk mijn persoonlijke motivatie echt achter, van dat ik gewoon wil dat iedereen dat ja, zo meekrijgt. En daar maak ik me gewoon heel graag voor hard ook, ja. Black Lives Matter. Dat is
Ik heb het gevoel dat mensen denken dat het een uitspraak is, maar mensen niet beseffen dat het gewoon een hele movement is, letterlijk. Gewoon ook een beweging in Amerika. Ja. Afgelopen jaar is het natuurlijk helemaal ontploft. Het speelde al langer, maar ik heb het gevoel dat afgelopen jaar echt heel veel mensen wakker zijn geworden. Het woord woke is een beetje voor me verpest. Because the internet. Ik heb het gevoel dat mensen dat iets te snel gebruiken en een beetje te populair. I don't know. It lost its meaning. Maar dat wel heel veel mensen wakker zijn geworden. Hoe heb jij dat ervaren? En denk je dat het voordeel heeft gehad bij wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent nu? Ja, ik heb zelf ook inderdaad echt gemerkt dat het dit jaar opeens zoveel meer mensen inderdaad wakker zijn geworden. Ik ben zelf het eerste protest waar ik zelf heen was geweest. Dat was volgens mij in 2014. Dat was ook een solidariteitsproces uit mijn hoofd met Amerika. Dat was volgens mij niet direct na de dood op Eric Gardner, maar wel in datzelfde jaar. Mm-hmm. En toen, ja, ik was er dus heen geweest met mijn moeder. En als je bijvoorbeeld kijkt naar die protestmars van toen, dat waren toch wel een stuk veel minder mensen. En dan wordt er hier nu in dit jaar een protest georganiseerd op de Dam. En er kwamen zoveel mensen op af. Dus daarin heb ik heel erg het verschil gemerkt dat het gewoon, ja, zoveel meer aandacht kreeg. Maar ook gewoon als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er sinds die tijd is veranderd. Steeds meer gemeentes die schaffen Zwarte Piet af en zo. Dus wat dat betreft merk ik wel echt heel erg die verandering. En ik denk ook dat wij, zeg maar, ons initiatief, die heeft heel erg daarop kunnen meeliften. Wij hebben echt dat geluk gehad dat we echt midden in dat momentum zaten. Dat iedereen daar heel erg mee bezig was en dat het gewoon heel erg speelde. En dat ons succes daar echt wel grotendeels in lag. Want er zijn zoveel andere mensen die al veel langer bezig zijn met ook dit specifieke onderwerp. Gewoon, weet je, racisme in het onderwijs. Maar ik denk wel echt dat wij daar gewoon heel veel geluk mee hebben gehad. Dat ging voor ons echt heel lekker eigenlijk. Ja, nee, maar eerlijk, het is gewoon tijd. Het is echt tijd. Ja. Bijvoorbeeld gewoon op de middelbare school, basisschool, geschiedenis. En dan gaan we het later ook hebben in het seizoen. Wordt eigenlijk ge-white en blackwashed. En dat is eigenlijk gewoon dat alles wat de witte mensen hebben gedaan eigenlijk helemaal wordt verheerlijkt. En als mooi en goed wordt neergezet. En daardoor hebben we een welvarend Nederland. Maar er wordt niet getoond of gedeeld wat het heeft gedaan met andere landen. En hoe die achter zijn gesteld. Ja, precies. En eigenlijk, het woord racisme heb ik volgens mij in geen enkel schoolboek letterlijk voorbij horen komen of zien komen. En dan komen we eigenlijk op wat de geschiedenis, wat je zei, omdat het inderdaad geen lijn is naar wat de geschiedenis heeft gedaan naar nu. Hoe de maatschappij nu eruit ziet, waarom dat is. En daardoor komt denk ik heel veel onbegrip, denk ik, weer van mensen vandaan. Van oké, maar dat is toch iets van toen. Ja. Al überhaupt van wat ze weten is misschien van tv of social media. Dat is niet echt iets wat mee wordt gegeven. Ja, dus ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ja. Als we kijken naar het woord racisme. Ik heb het gevoel dat het een woord is die het afgelopen jaar ook zo vaak is benoemd. Dat een beetje dat mensen nu zoiets hebben van is het wanneer discriminatie en racisme natuurlijk heel iets anders. Als we kijken, als jij een kind moet uitleggen wat is racisme, hoe zou je het uitleggen? Ik denk, goede vraag. Ja, als ik het zou uitleggen bijvoorbeeld aan mijn broertje of zo, dan zou ik iets in de zin zeggen van eigenlijk, hoe mensen behandeld worden, onterecht, zeg maar, minder behandeld worden op basis van hun afkomst. Mm-hmm. Daar zou ik het bij een kind dan bij laten eigenlijk. Ik zou niet gelijk al het systematische erin gooien, want dat is heel heavy. Ja. Maar ik zou zo'n beetje uitleggen en dan ben je voorbeelden geven ook, want dat is wel heel belangrijk om ook echt voorbeelden te geven. Makkelijk voorbeeld is Zwarte Piet eigenlijk. Zo zou ik dat een beetje doen, denk ik, ja. Want je zegt, je hebt het over systematisch racisme. Dat is, neem ik aan, ook iets wat jullie in de schoolboeken willen gaan brengen. Wat me wel lijkt, is dat het ook gewoon heel lastig is om dat te delen met kinderen en hun daarover te leren, maar geen minderwaardigheidsgevoel te geven. Als in, ik neem aan dat jullie daar natuurlijk aan denken, maar hoe zie jij het voor je? Hoe kunnen we zwarte kinderen of kinderen van kleur ook gewoon upliften tegelijkertijd met het leren van de geschiedenis? En weet je wat het is ook met middeleeuwen? Dat allemaal kunnen we zeggen, het is in het verleden en het is daar. Dat was heel pijnlijk, maar het is voorbij. Mm-hmm. Maar dat is gewoon iets wat nog steeds erg speelt.
Dus hoe kunnen we dat eigenlijk omzetten naar ook empowerment binnen de basisscholen en middelbare scholen? Mm-hmm. Hebben jullie daar ook... Ja, ik denk sowieso dat het heel erg ligt ook aan de manier waarop je het brengt. Wat je bijvoorbeeld nu ziet in de schoolboeken is dat het heel erg eurocentrisch ook is opgeschreven en echt vanuit een bepaald perspectief, gewoon het witte perspectief. Mm-hmm. En dat is sowieso heel denigrerend altijd. Dus dat moet aangepast worden. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is als je bijvoorbeeld kijkt naar geschiedenisonderwijs weer. Hè? En je leert over slavernijverleden, dan is eigenlijk dat in het geschiedenisboek het eerste moment dat er soorten mensen naar voren komen. Juist. Dus voor kinderen heb je een bepaalde beeldvorming van, oh, het gaat eindelijk over mij en het eerste waarmee het begint is slavernij. Maar like, daar begint het niet. Er is zo'n rijke history voor dat allemaal en dat wordt niet meegenomen daarin. Dus ik denk ook dat als je bijvoorbeeld dat heel erg meeneemt daarin, wat was er voor, hoe zag Afrika ervoor uit voordat witte mensen daar naartoe kwamen? Dat ook al heel zeg maar empowering kan werken. Dat je gewoon ook weet van hey, ik kom gewoon hier vandaan. En... Maar dat is echt een hele goeie. Want nu dat je het. Ik zag het volgens mij van de week ook voorbij komen dat iemand inderdaad zei van oké, maar we hebben het constant over racisme en slavernij. En daar begon de black. Man. Maar dat is niet zo. Nee. Het was daarvoor ook nog. Dus het is eigenlijk, dat bedoel ik met whitewashing, het is eigenlijk echt bizar alsof zeg maar de zwarte mens pas kwam wanneer racisme kwam, of wanneer slavernij kwam. Maar zo klopt het helemaal niet. Hoe sta je trouwens tegenover de benoemingen? Want ik merk nu heel erg hoe meer ik erover praat en hoe meer ik me erover inlees, dat heel veel mensen moeite hebben met het woord zwart, bruin, kleur, donker. Mm-hmm. Wat is eigenlijk correct? En hoe zou je... Ja, ik moet jezelf heel eerlijk zeggen dat ik daar ook... Nee, ik zou niet zeggen zoekende, want ik hou zelf wel wit en zwart aan. Ik vind het zelf wel het meest prettig. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld discussies wel eens met mijn collega daarover. Omdat, ja, wat je bijvoorbeeld hebt met donker en licht is dat je... ook negatieve connotaties kan linken aan het woord donker en positieve aan het woord licht. En dat heb je eigenlijk ook met zwart, zoals zwart rijden, zwart werker, zwarte circuit, dat soort dingen. Daar zitten eigenlijk ook negatieve connotaties aan. Dus wat dat betreft denk ik niet dat we op dit moment in de Nederlandse taal een woord hebben die echt compleet afstaat van die connotaties. Maar wat ik zelf prettig vind is om mij daar zelf eigenlijk van af te zetten en gewoon dat woord te ownen eigenlijk. Want er is zeg maar niks mis mee met zwart zijn en het woord zwart. Daar mag je gewoon trots op zijn. Dus ik denk dat we dat gewoon terug moeten claimen eigenlijk. En het gewoon moeten houden op wit en zwart. Ja, en dat vind ik ook wel mooi met de omroep nu die Aquasi is begonnen. Het woord zwart. Heel veel mensen schrokken daarvan. Ze dachten alsof het een negatief, alsof het het N-woord was bijna. Dat ik echt denk van, maar beseffen jullie wel dat wit wordt heel makkelijk gezegd. En, maar dat bedoel ik, dat is de indruk die mensen daaraan hebben gegeven. De hele meaning en de hele vibe die daaraan vastzit. Dat is omdat het gewoon, waarom? Omdat het licht is. Yeah. En zwart is soort van niet goed. En dan gaan we het ook hebben verder in het seizoen over de whitewashing en blackwashing. En de benamingen, waarom wordt dat zo zwaar aangehaald? Maar dat is puur zwart rijden inderdaad. Want je zegt, alles wat zwart is slecht gemaakt. En wat wit is, is goed. En dat, ik denk, dat is gewoon bizar. Terwijl je hebt het niet eens door, maar het draagt gewoon echt heel erg bij aan je beeldvorming. Want als je alleen maar die negatieve associaties ermee hebt, dan ga je ook onbewust negatief erover nadenken. En hetzelfde met Zwarte Piet. Heel veel mensen zien het probleem er niet van in. Ja. Oké, maar al was het... Luister, het is niet een discussie, maar om even een argument erbij te betrekken, die witte mensen of überhaupt mensen vaak geven om van het is toch helemaal niet racistisch. Het woord dat het al suggereert dat zwart niet goed is, dat het de man is die komt straffen en de kinderen wegneemt als ze stout zijn. Nee. Dat ik bang was als kind voor een zwarte karikatuur of whatever, of hoe het ook heet, want het is gewoon walgelijk, maar goed, hè? Een symbool. Dat heeft invloed. Dat heeft gewoon invloed. Dus het woord zwart moet gewoon af van de negativiteit, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. En het begint bij de geschiedenis. Inderdaad, dat mag je trots op zijn. Dan mag je gewoon, institutioneel, toch? Institutioneel racisme. Ik lach erbij, omdat ik het woord moeilijk vind. Ik vind het niet grappig, maar het is het woord. In Nederland. Heel veel mensen denken dat het niet bestaat.
heel veel mensen, witte mensen, omdat ze het zelf niet ervaren, niet meemaken. En omdat het, dat is het erge, dat is gewoon een heel stiekem, heel sneaky iets. Dat is juist iets wat in het systeem zit. Ja. En wat gewoon niet obvious is. Het bestaat. Veel mensen willen het niet geloven. En willen het gewoon niet beseffen en toegeven, wat ook weer te maken heeft met white privilege. Maar daar gaan we het over hebben. Hoe ziet dat eruit in Nederland? Tell the people. Als je iemand moet uitleggen, systemisch racisme. Dat is zo breed. Het is zo breed, want het zit letterlijk overal gewoon. Je kan het in het onderwijs kan je het benoemen. Je kan het ook gewoon benoemen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, in de zorg zelf. Het zit gewoon echt overal. Maar als je het hebt over onderwijs, dat is dan mijn gebied, dan zit het heel erg in onderadvisering. Onderadvisering, dat is echt een heel groot ding daarvan. Maar ook bijvoorbeeld, ik denk ook wel lesmateriaal, daar begint het ook allemaal. Dus ik denk sowieso dat eurocentrisme wat erin zit, dat draagt ook heel erg bij. Ik denk ook wel de manier waarop wordt gekeken naar bijvoorbeeld gemengde scholen en witte scholen. En waarom is dat überhaupt een ding? Ja, precies. Ik snap ook echt niet, weet je, wat je nu erg hebt. Dat is echt een heel ander onderwerp. Maar bijvoorbeeld met gentrification, dat dan witte mensen in een bepaalde buurt gaan wonen. En dan woon je daar en dan gaan ze niet, zeg maar, joinen in die buurt, als je dat zo kan zeggen. En dan heb je daar gewoon allemaal leuke scholen met gewoon gemengde scholen. En dan wil je niet dat je kind naar een gemengde school gaat. Dan ga je helemaal out of your way om te zoeken naar een witte school. Als je dat zo kan noemen. Mm-hmm. En dan heb ik van, ja, yo. Maar goed. Ja, mensen zijn bang voor wat ze niet kennen, denk ik. En al helemaal. Ik vergeet vaak dat Amsterdam, Rotterdam, dat is niet de rest van Nederland. Snap je wat ik bedoel? Dat heb ik ook heel erg, ja. Toch, soms kijk ik naar, ik zeg maar wat, de loterij. Mensen winnen de loterij. Dat die man in de straat gaat. Gewoon, hè? Dat is wat ik zie van de rest van Nederland. En dan komen ze allemaal naar buiten en dan denk ik, het zijn allemaal witte mensen. Geen één. En dan gaan ze verder en achter in de wijk naar mensen die dachten dat het bij hun in de straat zou vallen. Of dan gaan ze een beetje interviews doen. Dan denk ik, het zijn allemaal witte mensen. Waar dan valt het voor mij op dat er een verschil is. Ja. Dus inderdaad, ik denk wel in dat soort wijken, buurten, delen van Nederland, wij vergeten dat dat bestaat. En dat mensen gewoon bang zijn, mm-hmm, voor iets wat ze niet kennen. Ja. En wat ik zelf heel erg heb gemerkt in het onderwijs is ook de hulp die witte kinderen krijgen vergeleken met zwarte kinderen of überhaupt kinderen van kleur. Mm-hmm. Ik weet nog, ik toevallig werd dan toevallig. Ik werd gepest op de middelbare school, basisschool. En ik weet nog de allereerste racistische opmerking die ik kreeg in Nederland was een jongetje en we waren toch Lego's aan het bouwen en shit, weet ik wat allemaal. Yeah. En ik wilde gewoon met hem spelen. En ik weet nog dat hij mij aankijk en hij zei: "Gadverdamme, ga terug naar je eigen land." Dit was in groep 4. Nee. Groep 4. En mijn moeder werd. Ik ben gewoon huilend weggelopen. En toen naar huis. Mijn moeder vertelt, mijn moeder boos. Ze wisten gewoon niet wat ze ermee aan moesten. Ik was een van de weinige buitenlandse kinderen op school. En dat was in Limburg. Waardoor ik gewoon het gevoel heb van scholen zijn niet ingesteld op dit probleem. Nee. Scholen zijn niet ingesteld op hoe pakken we het maatschappelijk aan. Mentale gezondheid ook gebied. Die weten er gewoon niks van. En daarom vind ik het gewoon zo goed wat jij doet. Want als ze dat ook aanbieden op school, zijn ze ook geforceerd om te kijken naar hun systeem binnen school. Hoe gaan we hiermee om en wat doen we hiermee? Ja. Middelbare school, hetzelfde verhaal. Als een wit kind werd gepest, was de eerste die uit de klas werd gehaald, geholpen. Ik werd gewoon van school gestuurd omdat ze niet wisten wat met mij aan moesten. Mm. En dan, ik ben dan niet zwart, ik ben Latina, ik ben Zuid-Amerikaans. Voor hun was ik heel erg buitenland, moet je nagaan, exotisch. Ja, dat woord. Hekel aan het woord. Ja. Maar daarin heb ik het ook heel erg gemerkt. Waardoor ik ook denk dat het gewoon, dat is ook heel erg belangrijk. Want het feit dat ik van school werd gestuurd omdat ik werd gepest. En ik zie dat andere kinderen wel worden geholpen. Mm-hmm. Als je zo jong al verschil ziet, dat er verschil wordt gemaakt tussen jou en iemand anders op een school. Waar jij naartoe moet, want je hebt geen keus. Ja. Gedwongen wordt eigenlijk. En eigenlijk ook gewoon een safe space zou moeten zijn. Want je leert daar. Ja, je wordt daar eigenlijk op opgegroeid. Het is zo'n groot onderdeel van je leven.
Het is gewoon heel belangrijk dat het ook niet alleen op informatief gebied, maar ook op mental health. Hoe spelen scholen op racisme in en discriminatie? Want een kind wordt gediscrimineerd. Wat doe je daartegen? Ja, als witte school. Ja. Wat doe je ermee? Snap je? Dus daarom vind ik het wel echt heel mooi wat jullie gaan doen. Je hebt contact gehad natuurlijk met voor de motie. Met de Tweede Kamer was het, geloof ik. Ja, ja. De Tweede Kamerlid inderdaad. Ja. Ja. Voelde je gehoord daarin? Zonder zij hoe? Ja, ik vond het heel fijn eigenlijk. Dat het ging een beetje zo dat zij had dus ons gezien in de media. En ze was al zoekende om contact met ons op te nemen. Fijn, of het goed uit zichzelf. Ja, uit zichzelf inderdaad. Ja, en uiteindelijk was het er gelukt. En ze legde dus dat plan voor dat ze een motie wilde indienen. En het was ook echt exact dezelfde inhoud een beetje van onze petitie. Dus ik vond het eigenlijk heel fijn dat ze zeg maar niet die ruimte zelf ging innemen. Maar het, ja, dat ze het aan ons overliet om dat gewoon in te vullen verder. En gewoon heel erg afstemmen op ons ook daarin. En ook gewoon heel erg gevraagd van, ja, vinden jullie dit goed dat ik dat doe? Echt de toestemming ervoor. Dus dat vond ik echt heel fijn, juist inderdaad. Ja, dat zei ik bij haar dan het echt gevoel van, ja, ik voel me echt gehoord. Dus dat is wel echt heel prettig. Ja. Maar zij had ook echt, zeg maar, zij gaat zelf ook over onderwijs. Dus zij zag ook heel erg het belang daarvan in. En ze was wel gewoon een witte vrouw. Maar zag wel gewoon het belang daarvan in. En wilde heel graag helpen waar ze kon. Dus dat was wel heel fijn, ja. Zo kan het ook. Zo kan het ook, toch? Ja. En wel heel fijn, niet alleen dat je gehoord werd, maar ook gewoon zeggenschap had in wat jou... Want ze konden net zo goed doen alsof het hun idee was. Ja. En gewoon, snap je? Dus dat is wel fijn. We hebben het natuurlijk gehad over het onderwijs en wat het gaat doen voor de toekomst, voor de toekomstige generaties. Wat is je hoop voor de toekomst als het aankomt op racisme in het onderwijs en gewoon eigenlijk Nederland in het algemeen? Ja. Nou ja, ik hoop dat mensen sowieso eerst naar elkaar gaan beginnen te luisteren. Want dat mis je nu gewoon heel erg. Iedereen heeft eigen opvattingen en schreeuwt maar door elkaar heen. Mm. Maar het is gewoon belangrijk dat met name witte mensen, eigenlijk vooral witte mensen, een keer gaan luisteren naar anderen. En zich gewoon gaan openstellen voor hun gevoelens en ervaringen. En vanuit daar... ik vind dat al een heel mooi beginpunt om verder te bouwen en uiteindelijk toe te werken naar een inclusieve samenleving. Want dat is wel mijn uiteindelijke doel, om gewoon een inclusieve samenleving neer te zetten. Niet vanuit mijzelf, maar gewoon met elkaar, om daar met elkaar aan te werken. Iedereen even hard, zodat we gewoon allemaal weer gelijk staan met elkaar. Ja, dat is echt wat ik heel graag zou willen zien. Ook gewoon voor de generaties na ons is dat gewoon prettig om te hebben. Dat zij wel eigenlijk kunnen opgroeien in een samenleving waar ze gewoon... Ja, wat gewoon ook een safe space is voor hun, als je dat dan zo kan zeggen. Ja. En ik hoop dan ook, zeg maar, daarin dat mensen zich blijven educaten. Blijven, zeg maar, lezen, luisteren, documentaires kijken. Want het zou je echt verbazen in hoeverre dat gewoon helpt, omdat... Weet je, inderdaad, zoals je zei, witte mensen zijn een beetje bang. Het is allemaal vreemd. Maar daar moet je gewoon van afzetten. En het helpt al heel erg als je een beetje in baat met andere perspectieven en ideeën. Zodat het al minder vreemd voor je is. Dus dat is een beetje wat ik hoop en wat ik zou willen zien voor later. Ja, wat je zegt over het door elkaar schreeuwen allemaal. We blijven mensen. Mensen hebben ego en feelings. Ik denk dat het nu gewoon zo hoog is opgelopen. Maar ik denk ook voor nu dat het misschien wel goed is geweest. En dat klinkt misschien heel gek. Maar dat het gewoon tot zo'n punt is gekomen dat mensen van kleur ook gewoon voet bij stuk houden. En zeggen, nee, jullie gaan nu gewoon een keer luisteren. Want dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we het allemaal hebben over racisme en Black Lives Matter. Over de hele beweging. Dat is niet. Dus ik denk... Ik ben het helemaal met je eens. Dat het gewoon moeten luisteren naar elkaar. Maar ik denk dat het goed is geweest. En vreselijk. Echt vreselijk dat het moest. Ten koste van de dood. Van George Floyd. En uiteindelijk kwam daar al die woede. Tenminste, dat was echt de druppel. Heb ik het gevoel van dit afgelopen jaar. Yeah. En het echt vreselijk dat het ten koste van hem was. Of door hem moest komen. Dat mensen zo pist werden. Maar aan de ene kant ben ik... Het klinkt echt heel naar wat ik ga zeggen, maar aan de ene kant ben ik blij, niet dat dat is gebeurd, maar ben blij dat mensen uiteindelijk echt gewoon fucking zat zijn. Mm-hmm. Dat is eigenlijk basically... Yeah. Want anders,
weet je, dat hele geweldverhaal en dat mensen boos werden van ja, waarom moet het nou met geweld? Dat is het juist. Als jullie eerder hadden geluisterd, hadden jullie gezien dat mensen waren allang boos. Ja. We zijn allang boos. We zijn het allang zat. Maar op een gegeven moment moet je het toch anders aan gaan pakken. Jullie willen niet horen. Ja, dan moet je het voelen. Ja. Niet luisteren, dan moet je voelen. Nee, precies. Ik vind dat sowieso ook heel erg altijd als er dan een geval is van geweld. En mensen focussen alleen op dat geweld. Ik snap niet dat je zeg maar niet bij jezelf gaat denken van oké, er is nu sprake van geweld. Maar ga gewoon bij jezelf na van oké, waar komt het vandaan? En dat doen mensen niet. Terwijl het heeft altijd een onderliggende iets. In zo'n geval racisme is. En dan vind ik het jammer. Maar jammer, kunnen we überhaupt nog teleurgesteld zijn. Maar dan vind ik het jammer dat zeg maar zo'n geval van geweld wordt gebruikt door de media weer. En in plaats van een verandering te maken, wordt het weer een soort van op de stapel gegooid van zie, deze mensen zijn agressief. En weet ik wat allemaal. Maar hetzelfde met Equasi op de Dam. Yeah. I mean, hij zegt één ding van een heel speech, dat wordt er uitgepikt. Dat wordt helemaal uitvergroot. Maar wanneer mensen aan Amerika hetzelfde gaan protesteren tegen corona en boos worden en daar rellen gaan schoppen, daar hoor je niks over. Nee. Maar op het moment dat een black movement geluid gaat maken, boos wordt en mensen die niet eens bij de beweging horen, maar gewoon waarschijnlijk ook gewoon herrieschoppers. En genoeg vreedzame protesten, maar daar ligt de focus niet op. Nee. Dan worden ze boos dat het dicht op elkaar staat, snap ik bedoel. Ja. Dus dan vind ik het dan weer jammer. En nogmaals, kan je überhaupt teleurgesteld zijn tegenwoordig? Maar goed, dat de focus weer gaat naar het negatieve. Ja. Alsof wat wij aan het doen zijn, en met wij bedoel ik gewoon de mensen die voor gelijkheid vechten en weet je, er iets aan willen doen, worden afgeschilderd als gek en agressief en boos. Ja. In plaats van proberen te begrijpen waarom. En ik denk dat de geschiedenis daar gewoon enorm kan gaan dragen. Want ik heb zoveel mensen al gezien op social media die echt ook... En dat vind ik ook knap, hè. Dat je als wit persoon durft toe te geven van weet je wat? Al die jaren begreep ik het niet. Maar nu begrijp ik waarom jullie boos zijn. Ja. Nu begrijp ik dat wat ik deed racistisch was. Of nu begrijp ik dat Zwarte Piet niet kan. Dat vergt ook echt moed en ballen om dat ook te durven zeggen. Ja. Maar dat is wel basically wat moet gebeuren om daar te gaan komen. Ja, nee, precies. Ja, het is helemaal niet erg ook om van mening te veranderen. Ik denk ook dat witte mensen dat heel lastig vinden. Dat als ze in het verleden ooit iets racistisch hebben gedaan of een bepaald standpunt hadden, dat ze nu hebben van oh, maar ik dacht dit, dus ik kan niet nu gaan veranderen. Maar juist wel, zeg maar, je kan juist wel veranderen. Het is alleen maar goed als je verandert en van standpunt verandert dus en dat ook gewoon naar buiten brengt. Want zo kan je ook andere mensen daarin meenemen. Ja, want ik denk dat heel veel mensen fouten toegeven, associëren met falen of het dat ze worden exposed van oh ja, maar toen zei je iets anders, snap ik bedoel, maar het is eigenlijk gewoon een teken van groei, begrip en vorming van liefde. Dat is het gewoon, want je creëert een soort van vreedzaamheid die gewoon nodig is. Ja. So. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Gewoon je bek houden en luisteren. For real, basically, toch? Like, lees je in. Shut up and listen. Dat is het eigenlijk. Black Lives Matter. Why? Shut up and listen. Ja. En trek je mond open wanneer het nodig is. Vooral want, dat inderdaad. Ja, einde van de dag komt het erop neer dat we gewoon elkaar aanspreken erop. Ja. Maar ik vind het echt een heel mooi initiatief die je hebt opgezet. Ja, echt trots op je ook, omdat je bent 19, hè? Echt amazing. Echt tof wat je doet. Echt supergoed. Ja, dankjewel. En ik kan niet wachten om te zien wat er gaat gebeuren. Ja, I'm super excited. I'm here for it. Serieus, ik duim. En op mijn Instagram, Coco Centeno, kunnen jullie bij de highlights Black Lives Matter, kunnen jullie even kijken. Ga ik even wat links achterlaten. Ik ga de Instagram van jullie taggen van Zet Je In. Wat instanties kunnen jullie doneren, jezelf informeren. Ik ga wat ook in documentaires achterlaten. En ik ga ook de tips van Lakeisha ook even erbij zetten. Dus wat zij vinden dat jullie moeten lezen en luisteren. Zo ja. Dankjewel. Yeah. Thanks. Echt super bedankt dat je er was. Ja, jij bedankt. En ik duim voor je, Chick. Echt waar. Ik kan niet wachten om te zien wat er gaat gebeuren. Super leuk. Thanks.